Geachte aanwezigen, we leven in een tijd met ongekende mogelijkheden. We hebben de kennis om iedereen onderdak, basisbehoeftes en onderwijs aan te bieden. Naar mijn mening kan vooral het onderwijs een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de wereld om ons heen. Waar zouden we immers zijn zonder onderwijs? Maar het is noodzakelijk om eens kritisch te gaan kijken naar het onderwijssysteem in Nederland. Onze ouders willen namelijk dat wij een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Maar wat heb je er eigenlijk aan? Het zou veel beter zijn als ouders en leerkrachten ons zouden stimuleren om het beste uit onszelf te halen. Zelf ben ik in de eerste met MAVO begonnen. Maar doordat ik hard heb gewerkt, ben ik uiteindelijk in 2HAVO gekomen. En door dat vol te houden, mocht ik halverwege 2HAVO naar 2VBO. Door de combinatie van hard werken en door de steun van docenten, waar ik echt heel veel geluk mee had, had ik dit kunnen bereiken. Maar wat ik echt er om mij heen zie, is dat kinderen heel erg in Nederland met de zesjesmentaliteit zitten. Dat zolang het maar een voldoende is, dan maakt het niet uit. En dit is op alle niveaus. Ze zijn op, zowel op MAVO, HAVO, VWO. Je ontkomt er niet aan. Mijn broer heeft moeite met leren. En die heeft door hard te werken toch zijn VMBO-basisdiploma gehaald. Ik heb meer respect voor hem, die alles op alles heeft gezet en alles heeft gedaan om dat examen te halen dan een of ander lui kind wat nu op het VBO zit. Maar hoe kan je ook verwachten dat kinderen hun best gaan doen als volwassenen het verkeerde voorbeeld geven? Kijk bijvoorbeeld naar als je basisschooldocenten gaan staken. Wat voor beeld geef je dan aan vierjarige kinderen? Van, je, hoeft niet te, je hoeft niet te werken, maar je krijgt toch meer geld. Ouders en leerkrachten moeten daarom aantonen voor kinderen dat door hard werken dat je dan verder in het leven zou komen. Bedankt voor uw aandacht.